Goedemorgen! Ik heb lekker lang geslapen en ik werd net heerlijk wakker op mijn balkon. Ik ben Jess Fuik. Je kunt me kennen als voornamelijk Miss Nederland. Het is nog vroeg, hè? Voormalig Miss Nederland 2015 en Expeditie Horizon. Vandaag neem ik jullie mee in mijn beauty routine die ik iedere dag doe. En ik hou het gewoon bij een mooie naturel make-up. Begin even met een oogcreme, of ik gebruik het als oogcreme. Ik heb hem laatst ontdekt. Dus dat doe ik eigenlijk een beetje zo. En daarna heb ik altijd een touch of silk, want ik ga altijd best wel glimmen. En dit is echt een lifesaver. Oh, dat ruikt ook heel lekker. Zo, een touch of silk. Echt mijn favoriet. Ik denk dat heel veel van jullie deze ook kennen. Dit is van Laura Mercier. En hier zit ook nog een beetje factor in. 20. En ik heb hier een kwast voor, maar eigenlijk doe ik het altijd gewoon met mijn vingers. Hij dekt wel, maar niet super heftig. Het zijn echt hele mooie producten. Genoeg over de Mercier. En wat trouwens ook echt de tip van de dag is, neem altijd je oren mee. Want een fysiotherapeut had mij ooit verteld van, is het je ooit wel eens opgevallen dat al die modellen lopen dan zo over de catwalk en hebben ze zo'n heel gepolijst gezichtje en van die rode oren. Daar heb ik echt nooit over nagedacht. Zo. Dus na dit laagje foundation zijn er altijd nog wel een paar van die plekjes die... Ik heb bijvoorbeeld hier heb ik altijd een beetje puistjes en hier is het rood. En dan heb ik een stick van Bobbi Brown. En die smeer ik dus eigenlijk als een soort van pritstift gewoon om mijn ogen. En deze doe ik dan wel altijd met de kwast. Ik vind dat eigenlijk wel goed zo. Maar mijn wenkbrauwen gaan altijd krullen. En hier zit ook een tintje in. Beetje assig. Kijk. Omdat ik het anders wel een beetje saai vind om dat alleen aan jullie te laten zien. Kleurenpailletje. En ik krijg dus echt dit. Dus heb je weer net iets meer dan alleen dit. Alleen dus, vaak vind ik dit wel genoeg, maar vandaag doe ik een schrik. En qua mascara moet ik eigenlijk toegeven dat ik niet echt een favoriet heb. Ik heb deze ooit gekregen. Die heet ook. Hij is van Too Faced Better Than Sex. Dit potje. Zo. Dat doe ik gewoon zo. Dan zit hij ook weer een beetje vol, denk ik dan maar. Ik hoor vaak, hoe kom je aan die lange wimpers? Maar Revitaleus is echt top. Ja. Nou ja, mascara zit erop. En die vrouw bij Bobbi Brown die zei dat je een soort van halve achtjes moet maken. Doe ik niet eigenlijk altijd, maar ik heb hem nu wel mee. Dit is een golden highlighter. Zo. En als finish in touch heb ik deze Color Lip Balm van Laleda. Nou, dit is dan mijn lookje voor vandaag. Ik heb zo met vriendinnetjes afgesproken, dus ik ga me snel even aankleden. En dankjewel voor het kijken.